Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hele leuke rainbow sweater haken. Hij wordt gehaakt van boven naar beneden. Maar eerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Alle video's, de duimpjes omhoog is heel leuk per video. En onder de video kan je ook je reactie plaatsen. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik heb al heel veel leuke reacties op deze trui. En het patroon kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com. Of via Messenger, weet je wel, via Facebook. Ja, het is echt leuk. Maar ja, de video is ook goed gelukt. En met dank aan de foto's die ik kon maken met model Stephanie. En dan gaan we gauw beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig om de top-bottom trui te haken de korrelbundel van Action. Het is de van Allison en May. En deze heeft echt hele leuke kleurtjes. Het is echt, ja, je ziet het niet zo goed misschien op de film, maar het is zo'n mooie bol dat ik dacht van, nou, deze wol die moet ik gewoon hebben. En ja, het is wel 100% acryl, maar het heeft het ja, Ecotex keurmerk. En dat betekent natuurlijk dat het gemaakt is en getest volgens die eco standaard. Hier staat standaard 100. En dan kan je natuurlijk even googlen wat het inhoudt. Maar in ieder geval heeft een keurmerk. En dat vind ik altijd wel belangrijk, dat je weet ja, hoe de wol geproduceerd is. Maar het is 100% acryl. Het is echt prachtige wol met zeegroen, wit, lichtroze, lila, ja, iets donkerder en grijs. De color bundel, zo heet die, special color bundel. En hier zit op, even kijken, 500 meter en het is een bol van 143 gram. Ik heb hem gehaakt op haaknaald nummer 4. En dan vertel ik even wat je nog meer nodig hebt. Maar de wol, ja, ik ben heel blij met de color bundel. Je hebt nog nodig een haaknaald nummer 4, een stopnaaldje, een schaartje, steekmarkeerders, want het truitje wordt van boven naar onder gehaakt, steekmarkers, misschien handig om een schriftje en een pen, en natuurlijk ook belangrijk altijd, meten is weten, dus ik gebruik deze centimeter en ik zal ook de centimeters en de inches bij vermelden, want ik heb gemerkt dat inches toch ook wel heel makkelijk meet, gewoon, het is gewoon net iets simpeler voor mijn gevoel. Maar goed, wij zijn in Nederland de centimeters gewend en in de rest van de wereld de inches. Dus ik heb deze centimeter eigenlijk op de kop getikt, gewoon in een supermarkt bij het vak van de HEMA. Dus als je nog een centimeter zoekt, dit is echt een hele makkelijke. En dan gaan we gauw beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt ook nog nodig twee bollen groen, medium, van ook van Action, Allison en May. En hier zit op 238 meter en is 100 gram. Dus twee bollen groen en één bol grijs. Je begint met meten met je hoofdomtrek. En mijn hoofdomtrek is 56 centimeter. En dat is 22 inch. Dus je haakt een losse ketting tot 22 inch of 56 centimeter. En zodat je ook echt die ronding dadelijk krijgt. En nu leg ik hem, is hij natuurlijk dubbel gelegd, maar je
je moet deze ronding, die moet over je hoofd heen passen. Kijk, want dan kan je ook gewoon makkelijker ja, je trui aandoen. Dus je gaat echt een losse ketting maken van 56 centimeter en dat is 22 inch. En ik heb een losse ketting gebruikt van 90 losse, maar iedereen haakt anders. Dus ja, ik zou zeggen, laat het aantal losse even over, maar zorg dat je hoofd hier door deze opening kan. Kijk, het kan natuurlijk iets strakker, iets rekt het wel mee, maar bij mij is het dus 56 centimeter geworden en daarvoor zet je 90 losse steken op. Ik zal even alles wegleggen. Ja, je telefoon heb je natuurlijk ook nodig om YouTube te kunnen bekijken. En ja, het is wel heel fijn om een trui te haken die van boven naar beneden gehaakt is. En kijk, ik zal nu uitleggen gewoon even wat je dan eigenlijk moet doen om een top-bottom, een truitje van boven naar beneden te haken. Je maakt natuurlijk eerst een ketting van lossen. En hoeveel zal ik dadelijk even vertellen, want hij moet over je hoofd heen passen. Dit is echt het begin voor een trui die over je hoofd heen past. En zoals je ziet, even de camera optillen, haak je dus een ketting van losse helemaal in het rond en die sluit je dan. En dan zorg je wel dat je natuurlijk die ketting niet gedraaid zet. En dan gaan we, hebben we een paar steken die ik op dit moment ga uitleggen. En je haakt dus eerst een ketting, daarop zet je een rij vaste en dan gaan we meerdere met stokjes. En ja, is eigenlijk heel handig hoe dat ik dat ga doen. Dan heb ik weer een rij vaste, dan een rij stokjes en dan een hele leuke steek. Het is de star stitch die dan eigenlijk het mooie uit het haakwerk haalt, zodat je dan echt wel een keer ja, kan genieten van een andere steek. En dan weer vaste en dan weer stokjes. En dit is eigenlijk de bovenpas en die haak je tot de armsgaten, dus die ga je dan dubbel leggen. Hop. En dan moet ik zo, hier komt je hoofd door en dit wordt echt de hele bovenpas en die ga je verder haken tot je oksel. En dan maar ik zal het zo uitleggen hoe dat je tot hier komt en dan gaan we zo beginnen. Tot zo. We beginnen met een opzetlus. En dan maak je een losse ketting. En die maak je net zo lang als dat ik net gezegd heb, zodat die om je hoofd heen past. En als je de losse ketting klaar hebt, dan ga jij hem zo neerleggen dat hij niet draait, want je gaat hem sluiten. Dus je moet hem echt zorgen dat je hem helemaal niet gedraaid hebt en dan ga je hem sluiten met een halve vaste. En dan gaan we één losse doen. En dan gaan we de hele toer één vaste zetten. Dus in iedere steek
één vaste. En dan zie ik je op het einde, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer, van de eerste toer met vaste, en die sluiten we hier in dit lusje, in dit veetje, met een halve vaste. Je haalt je draad op en je trekt door de lus. Kijk, en dan heb je echt de toer gesloten. En dan gaan we even kijken of je niet gedraaid zit. Het is wel belangrijk dat je hoofd erdoor kan en dat je toer niet gedraaid zit, want anders dan zit je gewoon met een gedraaide ketting en dat is niet fijn, dan zit hij niet goed. En nu heb je dus de eerste toer gedaan en dan gaan we nu een meerdere, en dan ga ik heel even bij het voorbeeld kijken. Bij de stokjes gaan we iedere keer meerdere en dat gaan we doen 1 2 3 4 1 2 3 4 en dan 2 stokjes in 1 steek. Dus we gaan 1 2 3 4 stokjes doen en 2 stokjes in 1 steek. Dus we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we in die eerste steek hier steken we al in. Dus 1, 2. Vier. En dan iedere keer na 4 stokjes ga je in dezelfde steek 2 stokjes maken. Dus in 1 steek 2 stokjes. En dan ga je weer 4 stokjes en dan in 1 steek weer 2 stokjes. En op het eind dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer. Dit is de toer met de stokjes, toer 2. En die sluiten we met een halve vaste. En we gaan alleen maar meerdere iedere keer bij de toer met de stokjes. En nu gaan we toer 3 doen. En toer 3 gaan we alleen maar vaste maken. Dus we beginnen toer 3 met 1 losse. En die eerste losse, of eerste vaste, sorry, die steken we in de eerste steek. En deze toer gaan we niet meerdere. Dit is gewoon alleen maar vaste. Dus je steekt in, je haalt je draad op, door, omslaan, door 2. Echt alleen maar vaste. Zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. We gaan nu op het einde van de toer met vaste, die gaan we sluiten. En dit was toer 3 en nu gaan we aan 1, 2, 3, toer 4 beginnen met 3 lossen. En nu gaan we om de 6 stokjes gaan we 1 stokje meerdere, dus we steken weer in de eerste hier in. Dit is 1
En nu gaan we 6 stokjes maken, dus 1 en dan in de volgende 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we na die 6 stokjes gaan we in die volgende, hier gaan we de meerdering maken en dan maken we 2 stokjes in 1 steek. Dit is 1 en dit is 2. En dan ga je zo die toer vervolgen. 6 stokjes, 2 in 1 steek, 6 stokjes, 2 in 1 steek. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we op het einde van de toer met de stokjes. En dan sluit je de toer met een halve vaste. En dan beginnen we toer 1, 2, 3, 4, 5. Toer 5 beginnen we met 1 losse. En dan gaan we in die eerste steek hier zetten we een vaste. En we gaan deze hele toer met vaste afmaken. Het haakt ook heerlijk weg hoor. Dus de hele toer met vaste afmaken en op het eind dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de 5e toer met de vaste en we sluiten, kijk, ik pak elke keer met mijn haakje zo dit veetje om die toer goed te sluiten en je haalt je draad op en door 2 en dan gaan we nu verder eigenlijk met deze hele leuke steek. Dit is de star stitch en die komt echt heel mooi op, dus de 6e toer, even kijken hoor, 1 2 3 4 5 ja, de 6e toer, daar beginnen we mee met de deze echt leuke ster steek. Dus we beginnen met 3 losse, 1 2 3. We beginnen de star stitch. Kijk, ik knop het stift erbij. Omslaan en we gaan in die eerste steek. We halen de draad op en je trekt die draad een beetje omhoog. Dan sla je 1 steek over en je gaat in de volgende weer insteken. Je haalt je draad op en een beetje omhoog. Dan sla je om en je haalt door alle 5 de lussen. En dan doe je 2 lossen. 1, 2. Dan steek je weer in deze steek in. Even een naaldje pakken, misschien kun je het dan beter zien. Je steekt in deze steek weer in, dan sla je 1 over en dan steek je in de volgende steek weer in. Je steekt in, je haalt je draad op en weer een beetje hoog. Omhoog trekken die lus, je slaat 1 steek over, je slaat om. En je gaat in die volgende en je gaat weer de lus omhoog omslaan door alle lussen en 2 lossen, 1 2 weer in die opening die je het laatst gehad hebt, omhoog trekken, omslaan, die sla je over en in de volgende haal je draad op, omhoog en
je slaat om en door alle 5 te lussen en 2 lossen. Omslaan, in diezelfde steek, draad ophalen, omhoog trekken, omslaan, die overslaan, in de volgende je draad ophalen, omhoog, omslaan en door alle 5 te lussen en 2 lossen. En zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde van toer 6, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 6e toer. En weer 2 lossen. En we sluiten de toer. Ik pak gewoon hierbovenin het V'tje. Je haalt je draad op en door alle lussen. En we beginnen de volgende toer, toer 7, met 3 lossen. En nu gaan we weer omslaan en nu gaan we in deze opening en in deze opening werken. Dus toer 7, we slaan om, we gaan erin. We halen de draad op, trek die lus weer omhoog, dan weer omslaan en dan gaan we naar die volgende. De draad ophalen, weer een beetje omhoog trekken, omslaan en door alle lussen en weer 2 lossen. Momentje, even garen pakken. Zo, sorry voor de herrie. Dus toer 7, dan gaan we weer in dezezelfde opening. Draad ophalen, omhoog trekken, omslaan en in de volgende. Omhoog trekken. Gaat het te snel, zet de afspeelsnelheid langzamer. Omslaan en door alle lussen. Omslaan en 2 lossen. Omslaan in diezelfde opening. Draad ophalen, omslaan en in die volgende opening. Omslaan en door alle lussen. Even te kijken of ik het nog duidelijker kan laten zien. En 2 lossen. 1, 2. Omslaan en weer in deze. Omslaan en weer in deze. En je trekt een beetje die lusjes omhoog. En 2 lossen. Het is hetzelfde als de vorige toer, alleen ga je nu dus eigenlijk in die puntjes werken. Veel video's kijken, dan is ook altijd heel fijn. En zelf doen, dat helpt ook. En 2 lossen. Zo. En zo maak je heel toer 7 af. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu op het einde van de 7e toer. We gaan er nog 1 doen. Je steekt dus in.
Je haalt je draad op, iets hoger, en je gaat naar de volgende. En je haalt je draad op, en je haalt de draad iets hoger. Je slaat om, en je gaat door alle lussen. Oh, ik vergeet hier om te slaan, zie ik. Eerst omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan en door alle lusjes. Dan weer twee lossen. En dan sluiten we toe 7 en ik ga hier gewoon in en ik haal mijn draad op door twee lussen. Dus dit was de 7e toer. Dan gaan we naar toer 8. En toer 8 is allemaal vaste, dus 1 losse. En dan gaan we 2 vaste in de opening zetten en 1 in die opening. 2 vaste, 1, 2, 1. Dus 2 vaste, 1, 2, 1 in die opening. En weer 2 vaste. Eén in de opening. En weer 2 vaste. En zo maak je heel toer 8 af. En op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde van de 8e toer. Ik moet nog 2 vaste in de opening. 1. Kijk of ik het licht aan moet doen. 2. En we sluiten de toer weer met een halve vaste. Wacht, ik zit niet goed. In het lusje, zo. Dan gaan we naar toer 9 met 3 lossen. Toer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is toer 9. En dan gaan we weer, kijk, even het voorbeeldje bijpakken. Nu gaan we om de 8 steken, 8 stokjes. Gaan we een meerdering meer doen en we steken de eerste in en we gaan nu 8 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan pakken we weer in die steek maken we 2 stokjes. Dit is de meerdering. En dan ga je weer 8 stokjes maken en 2 stokjes in de volgende steek. Dus de meerdering. Dus 8 stokjes en dan 2 stokjes. 8 stokjes en weer 2 stokjes. En dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 9e toer. En ik ga nog 1 stokje in hetzelfde steek maken, omdat ik eigenlijk zo uitkwam dat ik hier ongeveer 6 stokjes tussen had en dan het einde. En hier had ik nog niet gemeerderd, dus heb ik nu die meerdering op het laatst even erin gezet. En dan sluiten we weer de toer met een halve vaste. En dan gaan we met 1 losse gaan we naar toer 9. En je weet al wat we gaan doen. We gaan nu in elke steek een vaste zetten. Dus in de eerste
een vaste. En zo de hele toer gaan we vaste maken. En dan zie ik je op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de 10e toer met vaste. En dan sluiten we de toer. En dan ga je weer met 3 lossen omhoog. En deze toer die ga ik niet voordoen. Dit is dus om de 10 stokjes een meerdering. En dan ga je daarna weer een rij vaste doen. En dan ga je weer die toeren met die star stitch maken. Dus die ster steek. Die 2. En die maak je weer een toer vaste. En dan ga je weer meerdere met de stokjes. En dan doe je dat iedere keer 2 stokjes erbij tellen. Dus nu ga je vanaf 10 stokjes ga je meerdere. En als je weer bij de stokjes toer bent, dus je maakt altijd toer vaste en dan de stokjes toer, en die ga je dan met 2 iedere keer extra en dan pas meerdere. Dus dan ga je met 12 steken en ben je weer bij de volgende patroon. Dus het is iedere keer 2 rijen stokjes, 2 rijen star stitch, maar dan doe je wel die vaste rijen tussen en daar meerder je dus niet, maar meerder je. Dus hier heb je vanaf 8 gedaan, dan ga je nu vanaf 10 stokjes 2 in 1 steek zetten. En als je weer bij de stokjes bent, doe je even kijken 12 en dan 2 in 1 steek en dan weer 14 en dan 2 in 1 steek. Dus dit is het patroon. En dan ga ik nu even een truitje klaarleggen waar het op past. En dan ga ik meten tot hoeveel je dit bovenpas kan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Kijk, ik heb nu een truitje neergelegd en daar de bovenpas opgelegd, en die bovenpas ga je iedere keer 2 rijen stokjes met die vaste tussen de star stitch, en dan weer de stokjes en nog een rij stokjes en dan weer de star stitch. En zo gaan we heel, kijk, dit is mijn voorbeeld, een klein proeflapje eigenlijk, maar je kan dus ook een klein truitje maken voor een kindje, maar je hoofd moet er natuurlijk doorheen. Dus daarom ook die wijde opening. En ik heb hem nu op een truitje gelegd, en dan pak je je centimeter, en via de centimeter die leg je schuin van deze punt van je schoudernaad tot je oksel. En ik heb 26 centimeter, en dat is ongeveer 10 of 11 inch. Hou 11 inch aan of iets wijder, 27 centimeter. Dus leg een passend truitje neer en ga dan zo die bovenpas helemaal haken tot dit punt. Kijk, en dan gaat het zo dadelijk, kijk, dit is het voorbeeldje, dat heb ik even klein gedaan, maar die bovenpas die gaat dadelijk helemaal zo rondlopen. En pas als je hierbij bent, dan gaan we steekmarkers zetten en dan gaan we het onderlijfje eraan haken. Maar zover zijn we nog niet. Je gaat dit patroon gewoon helemaal volgen tot deze lijn, tot 27 of 10,5 inch. En dan zie ik je als je hier bent, dan zie ik je weer terug. Dus nu kan je lekker doorhaken en dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Ik heb een klein stukje doorgehaakt. Zie je dat je hier nog een paar rijen aan gehaakt? En dan zie je gewoon van, oh ja, je kan gewoon in het rond door blijven haken tot hier de oksel. Maar kijk hoe leuk het wordt. Ja, het is ook heel leuk om te haken. Het is echt die star stitch of de kruissteek.
Ik heb er ook echt heel veel plezier in. Dus en het meerdere, dat gaat goed. Gaat het nu golven, dan meerder je, ja, zeg maar iets minder, dus iets meer steken, het tussenhouden. En gaat het nu trekken, dat je zegt nee, het trekt krom, ik heb de, ja, de ruimte niet, dan moet je meer meerderen. Dus dan, ja, dan ga je met minder steken, ga je meerderen. Dus stel dat je om de 16 steken gaat meerderen en het gaat golven, dan doe je om de 18 steken meerderen. Nou, dan zou ik zeggen lekker doorhaken, heel veel plezier, want ja, de wol, dat is gewoon genieten. Het is wel een heel leuk patroon ook zo, dus twee rijen stokjes met vaste ertussen en dan twee rijen star stitch en dan twee rijen stokjes, dan weer een rij vaste en dan weer twee rijen star stitch. Dus die wol die past er ook heel goed bij om deze trui te gaan maken. Ik zie je zo weer terug en dan zie ik je als ik bij de oksel ben. Tot zo! Ik heb tussendoor toch nog heel eventjes de film aangezet of de video gemaakt, zodat ik iets kan laten zien aan jullie, want ik zie, hij is, deze is al uitgehaald hoor, maar hier begon hij toch wel erg te golven. Natuurlijk omdat de diameter wordt groter en dan hoef je eigenlijk minder te meerdere om die ruimte te krijgen. En als ik was doorgegaan, dan was die gaan golven. En dat kwam eigenlijk na deze toer. Dit is de 15e toer. Hier heb ik twee vaste en één vaste. Kijk, op die stersteek gemaakt en weer twee vaste en één vaste. En als ik daar op mijn stokjes ging haken, dan en nog eens een keer ging meerdere om de zoveel steken, zeg maar, hè. Dus zeg dat je 10 steken en ging meerdere, dan ging hij echt golven. Dus ik heb een stukje uit moeten halen, dat zie je hier ook aan mijn wolletje. En toen heb ik besloten om dus deze toer eigenlijk niet meer te meerderen en zelfs nog een steek over te slaan. Dus als ik stokjes maakte, heb ik op de twee vaste heb ik de stokjes gezet en een vaste op de stersteek heb ik dus geen stokje meer gezet. En ja, ik kan natuurlijk niet alles filmen, anders wordt het echt te lang, maar let op dat hij dus niet te veel gaat golven en ga dan iets minder ja, niet meerdere of minder. En het is eigenlijk gekomen doordat ik hier die vaste op de stersteek heb gedaan en daardoor kreeg ik gewoon te veel stokjes. En toen heb ik het zo opgelost. Dus zo los je het op. Je gaat, als je gaat golven, dan ga je minder meerdere. En ja, gaat hij trekken. Dus echt dat hij zo in elkaar trekt. Zo. Dat hij echt, dat je denkt, nee, het ligt niet meer lekker plat. Dan, ja, dan moet je meer gaan meerderen. Dus dan ga je wel meer meerdere. En dus voor iedereen is dat toch verschillend. Omdat de ene haakt strakker en de andere haakt losser. Maar hij moet gewoon lekker zo plat gaan vallen, deze leuke sweater. Nou, ik ga nou weer toch weer verder haken. En ik zou zeggen, geniet er even van. Want nu kan je nog lekker eventjes doorhaken. Haak gewoon het patroon met vaste stokjes, vaste stokjes, vaste. Dan de stersteek, twee toeren. Oh, ik zie hier, zie je, hier is de aanhechting. Dus eigenlijk straks als je plat legt, dan leg je de nieuwe toer, zeg maar, aan de zijkant. Zo moet ik hem eigenlijk neerleggen, dat kan ook. En dan zorg je gewoon dat hij lekker plat ligt. Maar ik was bezig met dit uit te leggen, dus ja, dit patroon, twee rijen toeren met stersteek, dan weer toer vaste, stokjes vaste en weer twee toeren stersteek. Nou. Lekker haken en ik zie je straks weer terug. Tot zo! Ik heb nu doorgehaakt tot de oksel. Kijk. En hier ook tot de oksel. En dan pak je een steekmarker. Zie je? En dan zet je ze eigenlijk het
voor- en achterpand zet je vast en dan is dit je armsgat. Dus dit wordt je armsgat. En dan ga je aan deze kant ook doen. Hou deze afmeting van voor tot de oksel gelijk aan deze kant, zodat je wel allebei dezelfde armsgatopeningen krijgt. En aan deze kant ook. En dan leg ik daar even de camera goed, zodat dan gaan we aan het lijfje beginnen. Dan gaan we naar beneden haken. Dus dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan het lijfje en ik heb even een nieuwe bol gepakt en een opzetlus. En dan pak je eigenlijk hier bij de steekmarker. Kijk, dit is je armsgat. Dan leg je het zo voor je, dus zo. Zo leg je het voor je, dus echt de halskant naar je toe. En dan ga je bij het armsgat ga je je draad aanhechten. En je pakt dus, je steekt in aan de ene kant van je, daar gaat mijn achtergrondje, aan de ene kant van je voorpand en aan de andere kant van je voorpand, of van je achterpand, zo moet ik het zeggen. En dan haal je je draad op, omslaan door 2. En dan gaan we nu het patroon weer vervolgen. Hier hebben we vaste gedaan en omdat het rondloopt wordt het dadelijk misschien nog iets te wijd, dus ik ga nu 1 vaste overslaan. Ik doe even nog 1 losse erbij, want het is voor het beginstokje. En nu pakken we het patroon van de stokjes en we gaan 1 stokje overslaan. Dus we pakken de eerste steek, een stokje. En we gaan 1 steek overslaan en we pakken de volgende steek. 1 stokje en dan pak je alleen maar natuurlijk het voorpand. 1 steek overslaan en 1 stokje. 1 steek overslaan en 1 stokje. 1 steek overslaan en 1 stokje. En zo haak je verder totdat je bij de andere oksel bent, dus andere steekmarkeerder. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen bij de andere steekmarker, bij de andere oksel. Gaan we nog 1 stokje maken. En dan gaan we oversteken naar de andere kant. Dus eigenlijk je slaat je draad om de haaknaald. En dan pak je gewoon een lus op en je haalt je draad op, omslaan en door 2. En dan sla je hier weer ook gewoon 1 steek over, 1 stokje, 1 steek over, 1 stokje. Een steek over, 1 stokje. 1 steek over, 1 stokje. Zie je dat je dan zo de verbinding gemaakt hebt? En dan gaan we verder tot het einde van de toer en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. Als je de toer klaar bent met de stokjes en je slaat iedere keer een steek over, dan heb je dus inderdaad geminderd. Even zo goed laten zien. En dan hier bij deze hoek, bij die oksel, dan sluit je de toer gewoon
bij het volgende stokje waar je bent begonnen, zeg maar. En dan ga je met één losse omhoog en dan ga je weer, zeg maar, aan deze kant beginnen. En dan ga je weer allemaal een rij vast te maken. Gewoon één steek op één steek en dan ga je weer zo heerlijk rond. En dan pak je weer de volgende toer. Dat zijn weer gewoon stokjes. Eén stokje op elke steek. En dan ga je weer de star stitch maken. En zo ga je helemaal rond. En dan zie je me eigenlijk, ik ga even doorhaken tot ongeveer hier. En dan ga ik even kijken hoe het dan, of het dan recht gaat lopen. Maar dat zie ik straks pas, dus ik zie je straks weer terug. Tot zo! Zoals je ziet heb ik vanaf de oksel en hier die steekmarker heb ik een stuk doorgehaakt. En ik heb nog wel een paar tips, omdat ik inderdaad, hier heb je natuurlijk gemeerderd. En ik moet zeggen, hij ging bij mij iets te erg golven, het lijfje. En toen heb ik dus in plaats van, kijk hier heb je nog twee vaste deze toer. Naar die star stitch, naar de stersteek. En weet je wat ik toen heb gedaan? Toen heb ik, even goed zeggen, vanaf die oksel, dus vanaf die kant waar je dus het lijfje gaat beginnen, even goed inzoomen, daar heb ik dus één vaste overgeslagen, dus twee vaste, één vaste overgeslagen, twee, en zo moet ik het eigenlijk nu nog niet zeggen, het waren twee stokjes, dus ik heb hier wel gewoon die rij vaste gedaan en toen heb ik die stokjes en toen heb ik er één vaste overgeslagen, twee stokjes, zo kun je het beter zien, één vaste overgeslagen, twee stokjes, één vaste overgeslagen, twee stokjes. En zo heb ik weer gewoon op elke steek weer een vaste gezet en weer de rij stokjes en weer een rij vaste, toen die star stitch en na die star stitch heb ik ja, hier is ook een verandering geweest in het patroon. Na die star steek hier heb ik, en dat kun je ook zien, maar één vaste tussen de star steek gedaan, dus één vaste en de andere vaste. Dus ja, even kijken of je het heel goed kan zien. Momentje hoor, dan moet even scherp stellen camera. Dus tussen die ster steek heb ik maar één vaste gedaan en één vaste op de ster, één vaste op de ster, één vaste. Kijk, en dan krijg je sowieso minder steken. En doordat je minder steken gaat, je gaat natuurlijk toch gewoon in het rond, gaat hij minder golven. Maar je moet hem blijven passen. Dus je legt hem weer, oh dat heb ik hier nu niet, maar je legt hem op je voorbeeldje. En dan moet hij goed passen. En ja, je moet hem aandoen en passen. En dan weet je ook dat je... die zijkanten, die wil je ook wat smaller misschien hebben, ligt aan jouw postuur. En ik heb aan de zijkant, en dat heb ik gedaan bij de vaste steken, en dat kan ik niet laten zien, maar daar heb ik aan de zijkant, heb ik hier twee, alleen maar bij de vaste rij, dus iedere keer als ik de vaste rij had, dus hier of hier, en ik wilde dit recht laten lopen, heb ik twee vaste geminderd en dat heb ik hier ook gedaan in de rij van de vaste. Kijk, en dan moet je gewoon blijven meten en tellen dat je je steken aantal houdt en dan kan je gewoon helemaal naar beneden haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb nu doorgehaakt van midden voor tot onder 14 inch is 35 centimeter. Ik ga nu verder met een boordsteek en die wordt vrij lang, die boord. Maar je mag zelf weten natuurlijk of je gewoon in dit patroon verder gaat of je haakt eigenlijk ja, tot ja, zolang als dat jij de
trui wil hebben. Maar ik heb 35 centimeter, is 14 inch. En tot zover haak ik de trui. En dan ga ik in de boordsteek verder. En ik zal onder de video zetten hoe ik de boordsteek heb gehaakt. Want daar heb ik al een filmpje van. Dus dan kan je altijd nog eventjes opzoeken hier onder de video. Ik zie je dadelijk weer terug. Tot zo! Je hebt ook nog nodig 2 bollen groen, medium, van ook van Action, Allison en May. En hier zit op 238 meter en is 100 gram. Dus 2 bollen groen en 1 bol grijs. Maar kijk, die gaan we straks mouwen mee maken. En ook grijs, dus dat wisselen we mooi af. Dus we hebben nog nodig 2 bollen groen van Action en 1 bol grijs. En dan gaan we dadelijk weer verder met de film. Tot zo! Als we aan de mouwen gaan beginnen, leg je het weer gewoon op je, zeg maar op je pastrui. Dus de mouwen die worden gehaakt eigenlijk gewoon in een gewone koker. Kijk, die gaan gewoon recht van beneden naar boven. En doordat je het recht haakt, haak je weer gewoon een opzetlus of een opzetketting met losse. En die sluit je dan en dan haak je het patroon gewoon helemaal door recht omhoog tot jouw lengte. Ik zal het in het patroon de lengte nog even nameten hoeveel het is geworden. En dan leg je hem op het laatst hier tegen de mouw aan. En dan even wachten, ik zal eerst even vertellen hoeveel steken dat ik opgezet heb. Voor de mouw 68 steken voor maat S, 70 voor maat M, 72 voor maat L, 74 voor maat XL en 76 losse steken voor maat XXL. En dan sluit je de ketting en dan haak je dus je mouw. Dus je maakt een losse ketting, je sluit de ketting. En je haakt gewoon het patroon van beneden naar boven. Dus het is gewoon een rechte koker. En die leg je dus hieraan als je de gewenste lengte hebt. En je legt hem dus op je pastruitje. En dat doe je ook aan deze kant. Dus je maakt die losse ketting zoals ik het hier net heb uitgelegd. En aan de onderkant... Hier gaan we minderen en dat zal ik even laten zien hoe ik het gedaan heb, het minderen. Ik ben op een gegeven moment met stokjes om de 4 stokjes 1 steek geminderd, dan een rij vaste en toen om de 3 stokjes geminderd en toen weer een rij vaste en toen om de 2 steken een stokje geminderd. En dan weer een rij vaste. Ja, en de kleurtjes, ja, die kan je zelf kiezen. Maar ik heb deze kleuren aangehouden, de groene. En ik ga nu even met grijs verder. En op het laatst ga ik de boordsteek nog haken. En de boordsteek, ja, die leg ik uit. Die is al uitgelegd in een andere video. Dus de boordsteek, die video, die zet ik hier onder de video. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Dan gaan we de mouw erin zetten. Tot zo! Als je de mouwen gehaakt hebt tot een lengte van, ik heb 34 centimeter en ik heb ongeveer maatje M. Nu zal ik het patroon ook uitschrijven hoeveel centimeters je nodig hebt voor welke maat. En ik heb 34 centimeter... En dat is 13 inch. En dan ga je bij de mouw, dit is de andere mouw natuurlijk, hier ga je minderen.
En ik heb hier, en dat kan je ook wel zien, even heel goed kijken. 1, 2, 3, 4. Ja. Dus ik heb een toer om de 4 stokjes, 1 stokje samengehaakt. Toen weer een toer vaste. Daar heb ik niks in geminderd. En toen een toer om de 3 stokjes samenhaken. En dan een toer om de 2 stokjes samenhaken. Kijk, en dan krijg je dus dat je steeds smaller je mouw krijgt. En dan bij je pols, daar ga je deze, hoe heet het, boordsteek maken. Dus die boordsteek, die haak je hieronder de video staat een link. Dat zijn gewoon reliëfstokjes. Een reliëfstokje voor, een achter. Dus zo haak je de mouwen. Dus je hebt gewoon die rechte koker, dan ga je minderen en dan haak je de boordsteek. En ik heb het met zeegroen, grijs, zeegroen gedaan. En ik heb ook gemerkt dat deze kleur zeegroen was net iets anders dan deze kleur. Dus ja, ik had kleurverschil in mijn bollen. Maar dat is eigenlijk wel leuk, want dat had ik hier ook. En dan zie je, dan ligt het er eigenlijk ook een beetje op. Dus het maakt eigenlijk niet echt uit dat ik andere kleurnummers had. Nou, ik zie je zo weer terug. Tot zo! Als je dus de mouw klaar hebt, kijk dan, je blijft hem dus toch wel op je pastrui leggen, de hele trui. Kijk, deze mouw heb ik nog niet helemaal af, maar deze wel. Zie je? En je legt hem gewoon iedere keer op je truitje, zodat je weet, nou, die mouw die past. Dan leg je dit glad tegen de bovenkant aan, dus dat dit aansluit hier, deze kant. En dan haak of naai je hem zo in je mouw. En dit stukje, die ruimte die je over hebt, dit naai je dan dicht. En de breedte van de mouw is bij mij geworden 19 centimeter of 7 inch en de lengte is heel lastig filmen hoor als je je camera in je hand hebt en je probeert de centimeter te pakken. Ik meet nu tot de boord ongeveer 40 centimeter en dat is 15,5 inch. Dus 40 centimeter is mijn lengte, maar ik schrijf hem nog uit in andere maten. Dus goed meten en op je pastruitje laten liggen. Dus zo haak of naai hem aan elkaar en dit onderste stukje, dit, die ruimte die je over hebt, die naai je gewoon dicht met de naad natuurlijk aan de verkeerde kant. En dan zou ik zeggen heel veel plezier met het maken van de rainbow sweater. Ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog, hartelijk dank voor het kijken en ja, tot de volgende video. Graag op mijn foto hieronder klikken en dan, ja, dan zie ik je terug bij de volgende video. Als je klaar bent, eigenlijk stuur dan een leuke foto op waar je lachend op staat. Dat vind ik ook altijd erg leuk. En ik dank je voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!